Vermoeid na een lange dag werken trek je gedisciplineerd je sportschoenen aan om een uurtje te zweten in de sportschool. Ondanks dat je goed bezig bent met bewegen, blijven de resultaten uit. Dit zou zomaar te maken kunnen hebben met je voedingspatroon. Deze serie gaat over Evelien, die ondanks haar fysieke beperkingen de strijd aangaat met haar vetrolletjes. In de vorige aflevering hebben we kunnen zien hoe een verstoring in het autonome zenuwstelsel de weg naar een slank en gezond lichaam in de weg kan staan. Vandaag laat José Huursman van Finesse Bodyline Clinic ons zien welke rol voeding speelt in het totaalconcept. Het is heel belangrijk om je lichaam van de juiste voedingsmiddelen te voorzien, omdat je lichaam nog eenmaal essentiële voedingsstoffen nodig heeft. Veel mensen zijn alleen maar druk met het tellen van calorieën, maar vergeten daarbij dat ze niet de juiste voedingsmiddelen gebruiken. Stel dat je bijvoorbeeld heel veel kant-en-klaar maaltijden eet, veel snacks en koekjes. Dat is niet zo gezond. Heel veel suikers en transvetten en te veel van alles leidt tot overgewicht. Als je overgewicht hebt, dan heb je in de toekomst vaak weer problemen met bijvoorbeeld hoge bloeddruk, diabetes type 2, maar ook hart- en vaatziekten. Geen enkel dieet werkt op de lange termijn. Het is echt van belang dat je een ander voedingspatroon gaat aanhouden. Wij adviseren om de voedselzandloper aan te houden. Wat houdt dat nou in? In grote lijnen komt het erop neer dat je een aantal voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld wit brood en witte pasta en frisdranken en dat soort dingen vervangt. Door bijvoorbeeld volkorenbrood te nemen, door volkorenpasta te eten en in plaats van frisdrank gewoon thee en water te drinken. Het beste is eigenlijk om nooit mee te doen aan crashdiëten. Crashdiëten zorgen er eigenlijk alleen maar voor dat je vocht verliest en spiermassa. En als je spiermassa verliest, dan betekent dat eigenlijk dat je ruststofwisseling omlaag gaat. Daardoor, als je dan weer gewoon gaat eten, vliegen de kilo's er weer aan. En dat is het bekende jojo-effect. En dat willen we niet. Behalve gezonde voeding is het natuurlijk ook heel belangrijk om te blijven bewegen. Na de behandeling kunnen mensen hier blijven sporten. En dat is ook nodig om je stofwisseling wat omhoog te brengen. Het is belangrijk om die losgetrilde vetcellen goed te kunnen afvoeren door het lichaam. Het krijgen van een slank en gezond lichaam gaat dus niet over één nacht ijs. Een hormonale disbalans, een verstoring in het autonome zenuwstelsel of een ongezond voedingspatroon zijn allerlei factoren die jou kunnen beperken in het bereiken van jouw doel. Nu de cliënt al enkele centimeters kwijt is, wordt het volgende week de hoogste tijd om te kijken hoe we het afvalproces verder kunnen optimaliseren.